tegendraads, choqueerde, trapte tegen alles wat maar op de gevestigde orde leek. En Veronica was vooral een groot commercieel succes. Alleen de naam al was miljoenen waard. Maar de tijden zijn veranderd en dat beseffen ze bij Veronica zelf nu ook. Nadat Veronica zich had losgemaakt van de Holland Media Groep, zou SBS het bedrijf weer een televisiezender moeten bieden. De onderhandelingen liepen stuk. Voor Veronica dreigt nu een bestaan in een marsje. Of misschien nog wel erger. Jan Rijf en Klaartje Jong over de teloorgang van een piratendroom. Veronica is de weg een beetje kwijt. Veronica is nog een programmablad, een radiostation, een naam, meer niet. Veronica, dat was een heel groot succes. Vooral met radio. En ook met televisie toch wel. Ze hebben met televisie later als publieke omroep en later ook als commerciële omroep hebben ze toch wel wat gepresteerd. Want ze hebben het voor het eerst voor elkaar gekregen dat ze een jongere doelgroep sterker konden binden aan televisie ook. Dat was een, ik wil niet zeggen bom, maar het was heel leuk wat we deden in die 14 jaar. We hebben de top 40 gemaakt, we hebben geschiedenis gemaakt. En jij was? De jockey. Zeg! Ja, ik weet het wel. Ja, ook. Want ik kijk inmiddels mensen. Ja, hallo. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, zo mag ik het horen. Toch? Dus je wist het weer. Zeker. Ja. Ik ken wel, het is per ongeluk ontstaan. In 1967, er stuurt iemand één brief met één gedicht. En bij wijze van grap heb ik dat gedicht voorgelezen. Het resultaat, 25 gedichten, dag 2. En vanaf dat moment, ergens in dat jaar 67, is die gedichtenpost nooit meer gestopt. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. De piratenperiode, om hem zo te noemen, heeft gelopen tot 31 augustus 1974. The day the music died. Beroemd. En in 1974 hebben we dus ervoor gezorgd met heel veel tamtam, want we moesten leden maken, dat we officieel een omroep konden worden. Want, tientjesleden. Ja, precies. De jongens en meisjes van toen zijn nog steeds actief. Tieneke diende Veronica, later RTL. Jan van Veen, Veronica, Avro, nu Sky Radio. Hij werd beroemd met zijn programma Candlelight. Vanwege Veronica's problemen van nu koos hij voor dit gedicht. Ik huil om de stilte naar jouw bestaan. Het verdriet omdat er geen afscheid was. Ik huil omdat jij zo eenzaam bent gegaan. Omdat de dood jou zo plots heeft verrast. Ik huil om jou, die zo van het leven hield. De zon en de warmte op jouw gezicht. Ik huil, want jij leefde intens en zo bezield. En nu leef je verder in dit gedicht. En je hebt een zender nodig en je hebt een televisiestation nodig. En Ben dacht na het avontuur vanuit een omroep naar de HMG-groep het geluk nu te vinden bij Fons en bij SBS. Ja, en daar hebben ze toch een beetje verkeerd gegokt. Jammer, maar misschien moet ik wel zeggen, stom. Leg dat eens uit, als we even het vliegtuig laten passeren. Dat is een mooie inkomst. Dat is Joop van der Heijden, die vertrekt nu definitief. Ja, met een koffertje. Ja. Het is helemaal bergafwaarts gegaan met de komst van Joop van der Heijden. Dat zegt u met enige felheid in uw ogen. Ja. Verkwanseld. Ja, zeer. Nou en of. Want het is dom van die verenigingsraad. Vreselijk dom trouwens dat ze dat allemaal hebben laten gebeuren. Maar nou hebben ze niks meer. Jawel, en nou ze hebben een miljoen leden, of niet? Ze hebben een miljoen leden. Ja, betalende leden. Ze hebben een prachtig blad. Topblad. Maar echt, ze waar. Hebben geen tv. Ze hebben niks. En wat doe je dan? Ze moeten wederom opnieuw beginnen. Ze hebben nog een blad, ze hebben een internetsite. Ja. Hoog op ingezet op internet. En geen tv. Ja, maar internet is nog te vroeg. Dat duurt nog 10 jaar voordat je daarmee echt de grote impact hebt. Maar als je geen andere media ernaast hebt. Dus we kunnen echt praten over de dood van Veronica? Ja. Heeft Van der Heijden de boel verkwanseld? Denk ik wel een beetje, ja. Ik denk dat hij te hoog spel heeft gespeeld. Was die naam dan niet die 30 miljoen waard die het heette te zijn? Ja, ik geloof ook niet dat het 30 miljoen is, 20 miljoen.
Wat is de naam als je de rest van de know-how inmiddels kwijt bent? Als je de mensen allemaal kwijt bent? Een miljoenenbedrijf, Sjaggert. Ja. Zonde, hoor. En wat is dat, hoogmoed? Ja. Ja. En te weinig verstand van radio. En geen liefde voor het vak. En radio en televisie. Dat is er gebeurd. Geen liefde voor het vak. Joop van der Rijden is tot 1 september voorzitter van de Vereniging Veronica. Hartelijk welkom. Dank. U bent niet echt populair bij de oude garde van Veronica. Nee, maar dat verbaast me natuurlijk niet. Nee? Nee. Zij zijn belangrijke figuren uit de Veronica-historie. Uh-huh. En zijn al jaren geleden, laat ik zeggen, iets in de marge terechtgekomen. Doen nu hele leuke programma's nog, maar niet meer op de hoofdkanalen. En ja, zijn er een beetje verbitterd over. Ja. En dat geeft ze, vind ik, het recht om dergelijke uitspraken te doen. Maar ze geven ook u wel de zijn schuld. Ze niet goed geïnformeerd. Nou, maar dan ga ik toch iets zeggen wat u misschien kan weerleggen. Want ze geven u wel de schuld van de ondergang van Veronica. Ja, nou, dat mag. Klopt het? Nee, het klopt niet. Maar daar zit ik voor. Ik ben wel verantwoordelijk. Maar wat klopt er niet aan dan? Er is uitgesproken mening, een overtuigde mening van de verenigingsraad. Die is dinsdag jongstleden nog eens vastgelegd. En die verdedig ik, want ik ben voorzitter. En dan hoor je een mening van het hoogste orgaan te verdedigen. Ja, die verdedigt u. U verdedigt het volgende. In januari had u een soort principeovereenkomst met de top van SBS, hè, in de internationale top, en Van Westlo in Nederland gesloten, om Veronica bij SBS onder te brengen. Daar komt het kortweg op neer. Nou, nee. Samen dingen te doen. Samen dingen te niet doen? Niet onder te brengen, want dan hebben we het alleen maar over tv. We hadden het toen ook over radio, ook over internet en ook over het blad. Ja. Goed, dat vond u een goed plan, neem ik aan? Dat vond de hele verenigingsraad een goed plan. Maar waarom gaat het dan niet door? Omdat bij de uitwerking langzamerhand een aantal andere meningen inslopen. En de verenigingsraad uiteindelijk tot de conclusie kwam dat het zo niet moest. En dat men zich moest beperken tot tv. Vindt u het jammer dat ze dat besloten hebben? Heb ik nu geen mening meer over. De verenigingsraad heeft gezegd dat standpunt dus en daarmee uit. Vindt u het jammer dat het zo gelopen is? Nee, ik hoor als voorzitter de mening van de vereniging te vertolken. Ja. En meer niet. Dat is wel zo, maar ik kan me niet voorstellen, Joop van der Rijden heeft opeens geen mening. Nee, hij heeft wel een mening, maar is niet relevant. De mening van mij als voorzitter is deze die ik nu verkondig. Ja, maar u vindt het jammer. Maar niettemin blijft u voorzitter. Waarom blijft u eigenlijk nog tot 1 september voorzitter als u iets moet doen waar u eigenlijk helemaal het niet mee eens bent? Ik heb een contract tot 1 september. En ik ben gewend geweest tot nu toe mijn contract uit te dienen. Dat doe ik nu wel. Ja, maar het lijkt me ook heel vervelend om te moeten werken met een bestuur waar je voortdurend ruzie mee hebt. Ik heb niet voortdurend ruzie. Er wordt nog veel gelachen zelfs in dat bestuur. Ja, maar u bent volkomen oneens met elkaar. Op sommige punten denken we af en toe iets genuanceerd. Ja. Maar het is toch curieus, hè? U wordt omschreven als de sluwe onderhandelaar. Ja. Hè? De wolgenverfde man die alles aan kan. En nu zit u toch bij de jongste vereniging van Nederland ongeveer. En het lukt maar niet om er goed uit te komen. Ja, nou ja, dat is uw inschatting. Nog een keer, de verenigingsraad, het bestuur, de verenigingsraad is van mening dat de weg die nu gekozen is, beginnen met het blad, dan alles weer opnieuw op te bouwen, radio, dan met internet, eventueel televisie, dat de juiste weg is. Ja, maar waar is niet een beetje bang dat het keurslijf van HMG, hè, daar bent u uitgestapt, dat dat geruild werd voor het keurslijf van SBS? Nou, en dat willen ze niet. Dat is zeker een overweging geweest. Ja, ja, want dan hadden ze weer niet dat jonge wilde kunnen doen, ja, wat ze graag willen. Zeker een overweging geweest, dat is juist. Dus ze hebben eigenlijk wel een beetje gelijk. Op dat punt moet je in ieder geval voorzichtig zijn als je de afspraken maakt. Maar de vergelijking gaat ook mank. Want bij HMG hadden we gewoon een paar dingen ondergebracht en daar hadden we 35%. En hier zouden we praten over de helft. Dus de vergelijking gaat mank, maar ze hebben op sommige punten zeker gelijk. Ja, ja, maar nu hebben ze niks. Ja, een mooi blad, alweer, maar goed, daar kan je geen programma's alweer, maar dat is een heel solide basis, dat blad. En op basis daarvan. Ja, wacht even, financieel gezien is dat een solide financieel basis. Gezien, maar als uitstraling van jonge wilde omroep, toch niet, dacht ik. Nee, maar dat kun je weer opbouwen door bijvoorbeeld met de veiling straks van Radio de Verenigingsraad. Ja. En die vertegenwoordigt u, hoewel u het nog steeds niet mee eens bent. Wat nou zo raar is, Veronica, dat was altijd jong en wild en daar wil je bij horen. En nu, Veronica is een beetje zielig.
Nou, ja. Nou, zo erg is het ook, vind ik. Vind ik wel. Nee, zo erg is het ook nog niet. Kijk, als je de hele dit stuk van de mediawereld is natuurlijk helemaal gefocust op de televisie. Iedereen praat de hele dag over televisie, maar het media, de basis media-uitingen, print, dus blad, internet, radio en televisie horen een viereenheid te zijn. Ja. En dan kun je niet alleen zeggen dat de tv dat die het is. Dat is een sprong te ver. Ja, maar goed, ook de oude garde vindt, en ik kan me toch voorstellen, mensen die bij die steeds maar naar het internet zitten te turen, die zitten toch te hopen dat er weer leuke, spannende televisie komt. Ja, maar met internet, het is overigens juist wat er dus straks gezegd werd, dat je nog een paar jaar moet wachten voordat internet echt zich ontwikkeld heeft. Ja. Maar internet zijn we buitengewoon succesvol. Daar horen we echt bij de grootste. Met een bijna 17.000 hits per maand dus. Als u op 1 september weggaat, denkt u dat dan Veronica Televisie alweer in de lucht is? Nee, zeker niet in de lucht. Nee, want dat blijft V8. En aan de andere kant hebben we Jorien bij de AMG. Dus Veronica Televisie is dan niet in de lucht. Goed, ik wou het eigenlijk nu afsluiten. Behalve het volgende, u bent ook nog waarnemend burgemeester van...